Drie slachtoffers van terrorisme beginnen een platform voor lotgenoten. Na de klap heet het. Arjan Erkel uit Rotterdam werd ontvoerd door Tsjetsjeense rebellen. En stadgenoot Ferry Zandvliet was in Parijs bij de aanslag op de Bataclan. Beiden liepen ze in de jaren daarna tegen praktische, maar ook persoonlijke problemen op. Ik heb maanden moeten zoeken naar een psycholoog die een beetje snapte wat ik had meegemaakt. Maar ook qua slachtofferhulpopvang. Ze beschikten niet over de juiste kennis qua schadevergoeding of herdenkingsdiensten in Parijs. Dus toen kwamen we zelf in een lotgenotengroep in Frankrijk terecht, het Life for Paris, waar eigenlijk alle relevante informatie beschikbaar was. Toen dacht ik van, zoiets hebben we ook nodig in Nederland. En dan herken je gewoon dingen waar je tegenaan loopt, van hoe ga je opeens met de media om bijvoorbeeld, hoe ga je met de UWV om, ga je wel of niet de uitkering aanvragen, hoe moet ik dat dan doen? Hoe ga ik met mijn werkgever om? Want die zegt wat dat hij doorbetaalt, maar op een gegeven moment heeft hij er ook alweer genoeg van. En dan kunnen wij helpen. Nou, bij het UWV moet je bij die praten. Als je een goede advocaat wil hebben, ga je met die praten. Nou, in Sliedrecht zit nog een hele goede therapeut, dus ga daar eens naartoe. Nou, maar soms zullen we misschien ook een avond organiseren van waar lotgenoten bij elkaar komen. Het werkt ook helend dat je met iemand om de tafel zit die... Zonder dat je het heel diep over hoeft te hebben, maar die snapt hoe dat is. Als je het in zo'n zaal hebt gelegen tussen de dode mensen. Ja, wie in jouw vriendengroep snapt dat nou, weet je wel? En soms zijn mensen natuurlijk verlegen van wie zit er op mijn ellende te wachten. En wij willen gewoon open, transparant zijn van als je hulp nodig hebt, omdat het nog niet helemaal loopt. Klop bij ons aan en dan zorgen wij voor de volgende stap. Op de website ferryzandvliet.nl hebben zich al 40 slachtoffers van terreur en rampen gemeld. Met Ferry gaat het inmiddels beter. Maar een half jaar geleden viel ik echt uit, ook qua werk, voor het eerst. Wat ik je net al vertelde, heftige paniekaanvallen, nachtmerries. Ik was niet meer in staat om mijn werk uit te voeren. Ben ik al kwijtgeraakt toen. Nu wel weer aan het werken een paar dagen. Dus het is ja heftig, de klap, we hebben onszelf ook na de klap genoemd, komt vaak veel later. En ja, dan, iedereen is er voor je die eerste periode. En er zijn nog steeds heel veel mensen gelukkig voor me. Maar er is ook een groep mensen die toch zo vindt van, het is anderhalf jaar later en je gaat wel... Je gaat wel naar concerten en je gaat lekker op vakantie. Het is al klaar nu toch met Parijs. Die vraag kijk ik echt wel letterlijk soms, ja.